Yes mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video in 2019. Als het goed is, is dit ook de eerste video die is opgenomen in 2019. Iedereen de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar nogmaals. Ik heb het ook al een paar keer via Instagram gedaan, maar via deze weg ook nog even. Het is nu namelijk op dit moment 2 januari als ik deze video opneem. En ik dacht even van, weet je wat, ik ga gewoon even met jullie praten over wat ik de afgelopen dagen heb gezien in de media over vuurwerk. Want dat vind ik nogal best wel lachwekkend ook. Er zijn ook een aantal dingen die ik met jullie wil bespreken over het komende jaar. Want je ziet steeds meer berichten in de media komen van, is er volgend jaar nog wel vuurwerk? Nou, jullie hebben het al kunnen zien aan de titel, daar gaat het ook even over. Allereerst, de compilatie staat online, de vuurwerkcompilatie. En op dit moment, als deze video wordt opgenomen, zag ik dat de video op nummer 19 trending stond. Echt bizar hoe hoog die support is. We hebben echt super veel moeite gestoken in die vuurwerkcompilatie. We hebben heel veel overdag kunnen opnemen. En ik hoop dat jullie hem al gezien hebben. Mochten jullie hem niet gezien hebben, jullie kunnen hem maar even checken. Een paar dagen geleden is er via RTL Nieuws een stuk naar buiten gekomen over meldingen dat dierenliefhebbers massaal ook berichten delen over hun bange dieren. Nou ja, allereerst, ik was ook op Oud en Nieuw aan het afsteken natuurlijk, zoals iedereen die deze video kijkt, neem ik aan. En ik zag ook daar gewoon mensen met honden buiten staan. En toen dacht ik ook bij mezelf van, hoe kan dit dan? Hoe kunnen die honden niet bang zijn? En het ligt voornamelijk ook aan de opvoeding van, van zo'n beest door het baasje. Maar goed, ik wil daar niet te veel op ingaan. Allereerst wil ik jullie gewoon even één foto laten zien hoe bizar het is wat mensen daarvan beweren. Zoals deze foto die ik nu in beeld laat zien. Over vuurwerk schreef Maarten Ducrot. Stel je de razende paniek van onze hond voor toen ze uit angst voor de vuurwerkknallen via het kattenluikje naar binnen probeerde te komen. Jawel, wat je ziet is bloed. En wij waren gewoon in de tuin bezig. Nou ja, ik ga jullie één ding zeggen. Deze foto is hartstikke nep. De kans is nog groter dat het bijvoorbeeld zou zijn dat een van hun katten achterna is gezeten door een hond. En dat die katten uit angst zo erg hard tegen dat luikje kwamen dat hij daardoor bloed kreeg. Alleen, ja, sorry. Het volgende artikel, die recent is geplaatst, vind ik wel heel bizar. En we weten natuurlijk allemaal dat de vuurwerkbranche in Nederland, vooral het, even zien, Belangenvereniging voor de Vuurwerkbranche, BPN, die heeft een aantal jaar geleden er ook voor gezorgd dat de Romeinse kaarsen en de babypijltjes niet meer verkocht worden. Nou is er volgens mij geen officieel verbod op die dingen, alleen heeft de vuurwerkbranche zelf gezegd, we stoppen ermee met het verkopen ervan, want die brengen vuurwerk in een verkeerd daglicht. Nou ja, ik vind dat zo grote onzin. We zien nu namelijk ook een artikel staan en die laat ik jullie ook nu even in beeld zien. Gaat over dat de vuurwerkbranche wil een verbod op de single shot. Het bij de jeugd populaire maar gevaarlijke vuurwerk. Nou ja, jaarlijks wordt er dus voor 10 miljoen single shots verkocht, zie je hier zo staan. En die zijn uitermate gevaarlijk volgens BPN. En bovendien de oorzaak van de grootste geluidsoverlast tijdens de jaarwisseling. Nou ja, laten we even heel erg eerlijk zijn, vooral die laatste zin. Een gigantische onzin is dat natuurlijk. En het is een wat hardere knal dan een rotje. Maar om te zeggen dat dat zorgt voor de grootste geluidsoverlast. Nou ja, dat is echt grote onzin. Ik denk dat de grootste geluidsoverlast nog steeds door illegaal vuurwerk is. Wat al verboden is. Ik vind het ook een grote onzin dat een belangenvereniging voor een vuurwerkbranche dit uitspreekt. Van we gaan stoppen met de Tunneking, want hij is gevaarlijk. Dan spreek je je eigen product tegen. Dan spreek je gewoon voor je eigen vuurwerk van inderdaad, onze producten zijn gevaarlijk. En dit vind ik gewoon een grote onzin. Een Tunneking, laten we even heel erg eerlijk zijn. Een Tunneking is inderdaad wel het gevaarlijkste vuurwerk wat je momenteel nog kan krijgen in Nederland. Maar als de Tunneking verboden is, dan heb je weer een product wat op dat moment het gevaarlijkste is. In dat geval neem ik aan vuurpijlen. Snap je? En als een belangenvereniging voor vuurwerk hier al mee komt, dan ben ik echt bang wat het volgende zal zijn. En ik heb het een aantal jaar geleden al gezegd van de Tunnekings gaan op een gegeven moment ook wel uit de handel. En nu lijkt het er inderdaad op dat het echt daaraan zit te komen. Ik hoop het niet. We hebben natuurlijk allemaal net Oud en Nieuw achter de rug. Ik hoop dat jullie ook heel veel single shots nog over hebben. Wij kopen ze ieder jaar echt groots in, omdat ik denk, ieder jaar denk ik weer van ze worden verboden. Maar ik vind het gewoon echt gigantisch bullshit dat zo'n vuurwerkbranche voor BPN, gewoon nota bene iemand die aan onze kant zou moeten staan, gaat zeggen van die zijn gevaarlijk, dus die moeten we eruit halen. De vreugdevuren natuurlijk in Scheveningen, dat is nu ook een keer misgegaan.
En ik zat die artikelen te lezen en ook die beelden die denk ik iedereen wel heeft gezien met dat vuurregen dat over die wijken heen ging. Toen dacht ik bij mezelf van, het lijkt wel alsof ze expres het hebben laten escaleren. En dan heb ik het over dat wanneer de wind naar de huizen staat, ja, dus niet naar zee, maar naar de huizen, dus in dit geval zuidwestelijk, waarom zou je het dan door laten gaan? Ik bedoel, er was ook een vuurwerkshow georganiseerd begin december en die was ook afgelast vanwege de windstroming en de harde wind in ieder geval. Dan denk ik bij mezelf van, waarom laten ze zo'n vreugdevuur dan doorgaan als de wind staat naar de huizen? Er zijn in ieder geval een aantal balkons in de fik gevlogen, auto's hebben schade. Ja, dat is logisch. Als de wind die kant op staat, dan gebeurt dat. Ja, ik zie natuurlijk ook al heel veel mensen al daarop reageren natuurlijk. Je weet het wel op Facebook, op AD en zo. Van, we moeten stoppen met die vreugdevuren. Terwijl het al die jaren gewoon is goed gegaan, zonder enige problemen. En dit gaat al zo lang goed, dat ik denk van, als het dan één keer in de 30 jaar een keer misgaat, zonder gewonnen, hè, en zonder iets, kom op zeg, dan moet je gewoon een manier vinden waarop het wel beter zou kunnen. En dat moet je doen. En niet zeggen, oké, we stoppen ermee. Want weet je wat je dan creëert? Dat iedereen zelf hun vuurtjes gaat maken in de wijk. En dan creëer je alleen maar meer problemen. Hetzelfde geldt voor vuurwerk. Verbied je de single shot, dan gaan mensen met potten op elkaar lopen schieten. Of met pijlen uit de hand op elkaar lopen schieten. Dat gaat dan gebeuren. Natuurlijk is de single shot het meest gevaarlijke wat op dit moment is. Maar het meest gevaarlijke zijn de mensen die hem niet normaal neerzetten. En die het risico ook nemen op gewonden. Of in ieder geval zelf, dat je zelf gewond raakt. Als het zou misgaan bij een van die stunters, dan zouden die mensen nooit zeggen dat het door onveilig gebruik zal zijn. Dan zullen ze altijd zeggen van, nou ja, die knal die gebeurt, die kwam in de tube. Of wat dan ook, of hij viel om. Ze zullen nooit de hand in eigen boezem steken. En daardoor zal de media dat altijd oppakken van, een single shot zorgt voor een afgehakte hand of wat dan ook. Verder, wat ik wil mededelen, is dat ik ook op een gegeven moment de compilatie aan het maken was. En toen had ik de tv aanstaan, RTL Boulevard. En toen hadden ze dus over die vuurwerkdoden. Voor de mensen die het hebben gemist, er is dus iemand overleden door vuurwerk. Ik wil in ieder geval niet respectloos daarover praten, want het is natuurlijk heel, heel erg dat er iemand is overleden. En voor de mensen die er dichtbij stonden, in ieder geval gecondoleerd, want het is wel verschrikkelijk erg dat er echt iemand overleden is door vuurwerk. Alleen vind ik het wel gewoon een trieste zaak die dingen dan worden besproken en dat wordt uitgemolken in de media zo van, het is de schuld van vuurwerk. Ik laat je nu even een stukje zien en dan gaan we daar even verder over praten. Ik denk wel dat na zo'n avond als dit de roep op een vuurwerkverbod nog wel weer harder gaat worden, denk ik zo. Want 4 doden of 3 doden is toch bizar dat kan gebeuren op zo'n feestavond. Ik blijf het bizar vinden. Vluchtelingen die uit hun land weg vluchten vanwege oorlog komen ze hier aan en hier. Weet je, het is gewoon gevaarlijk. Je bent hier niet voor getraind. Mensen doen dat 1 keer per jaar en dan gaan ze ineens hele gevaarlijke dingen doen. Ik vind het zo bizar, dat vuurwerk. Ik vind het echt onverantwoord. Ja, die vrouw die hoor je dus zeggen van, ik vind het bizar dat dit kan in Nederland, dat je vuurwerk afsteekt. Want er zijn vluchtelingen die komen vanuit andere landen hier naartoe. En omdat het daar niet veilig zou zijn en hier komen ze en dan zie je dat. En dan heb je dus mensen die vuurwerk afsteken. Nou, laat ik het heel erg duidelijk zeggen. Ik heb al een artikel net gezien dat het waarschijnlijk ook shells waren. Een mortierrekje stond op een auto, een aanhanger, waarop hij heel erg dichtbij stond, wat ontplofte. Nou, daardoor ga je dood. Niet door een cobra. Ja, mocht je die op je hart plakken misschien. Maar niet door een cobra, niet door thunderkings en niet door vuurpijlen. Daar raak je allemaal alleen maar gewond door, in het ergste geval. In dit geval zal dat ook het geval zijn geweest, hoe triest het ook is voor de nabestaanden. Alleen, zoals je net zag, het wordt besproken alsof het legale vuurwerk de schuldige is. Want die vrouw die vertelde ook van, er moet een vuurwerkverbod komen. Terwijl die shells zijn al verboden. Het is al verboden. Met een vuurwerkverbod los je dus helemaal niks op. Je zal dit echt niet uit de hand krijgen. Volgend jaar zal er ook weer een dode zijn. Want gemiddeld valt er 1 vuurwerkdode per jaar. Te bizar voor woorden dat mensen die zoals haar, ik weet niet wie het is, maar zo'n vrouw die bij RTL Late Night zit,
die totaal geen verstand heeft van zaken, gewoon haar zegje kan doen op de televisie. Daardoor gaan er heel veel mensen die inderdaad ook geen verstand van vuurwerk hebben, die gaan er naar kijken en die denken, zo inderdaad zeg, hoe kan dat nou dat je dat vuurwerk gewoon kan kopen hier in Nederland en daar dood aan kan gaan? Haar argument over vluchtelingen, laat ik daar maar ook niet heel ver over hebben, want wat heeft vluchtelingen daarmee te maken, jongens? Kom op zeg. In de media is er ook gekomen dat er veel meer incidenten zijn dan andere jaren. Er is meer vuurwerk gegooid naar handhavers of naar politie en brandweer en zo. Hulpverleners in dit geval. Ik vind het wel inderdaad echt triest. Mensen die dat doen, die moeten echt zichzelf in de spiegel aankijken van waar zijn ze in godsnaam mee bezig. Want vuurwerk moet je absoluut niet naar mensen gooien natuurlijk. Ook niet naar dieren, maar ook niet naar hulpverleners. Ook al ja, hebben heel veel mensen een hekel aan de politie. Je moet gewoon geen vuurwerk gooien naar hulpverleners. Ten eerste, de straf staat gewoon maximaal daarop. Voor mij zelfs pogen tot doodslag. En bovendien, waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat met vuurwerk gaan doen, weet je? Ik snap het gewoon niet. Alleen, ja, dan wordt het natuurlijk wel weer uitgemeten zo van meer vuurwerkincidenten, meer dat soort dingen. En dat vind ik ook gewoon triest, weet je? Ik bedoel van, het is niet de schuld van het vuurwerk, het is de schuld van de mensen die het doen. Die te veel drinken en dan vuurwerk afsteken, baldadigheid. Mocht je dit verbieden, heel het vuurwerk, dan heb je dat volgend jaar ook nog hoor. Oud en nieuw was best wel mooi weer. Ik bedoel, het was niet te koud, er was geen regen. Het was best wel ja, zacht weer, waardoor er ook veel meer mensen op straat bleven. En heel lang ook, dus tot laat in de nacht. En daardoor creëer je dus ja, meer kans op ruzies, op conflicten. Zoals je ieder jaar met oud en nieuw hebt natuurlijk. En dit jaar was dat meer en dat wijt ik natuurlijk aan het weer ook. Het was beter weer, waardoor meer mensen op de been waren. Meer mensen gingen buiten drinken en dat soort dingen. Ik denk dat als jij alcohol zou verbieden, dat jij minder incidenten zal krijgen volgend jaar dan dat jij vuurwerk zou verbieden. Maar goed, dat valt natuurlijk nooit te bewijzen. Alleen ik vind het gewoon bizar voor woorden dat de media zo op vuurwerk duikt. En vooral RTL Nieuws, hè. Ik bedoel, we hadden dit jaar natuurlijk niet dat overlast meldpunt. Daar kan ik ook nog wel uren over doorpraten. Maar dat was ook echt één grote grap natuurlijk. Hè? Dat er op een gegeven moment meldingen binnenkwamen op stukken in Nederland wat gewoon de Noordzee was. Van ja, er is vuurwerkoverlast ervaren op de Noordzee. Het waren gewoon neppe meldingen. Als de Belangenvereniging voor de Vuurwerkbranche ook al dit soort berichten gaat verspreiden van wij vinden de Tunneking gevaarlijk en wij willen die uit de handel. Ja, kom op zeg jongens. Waar zijn we mee bezig? Serieus. We gaan straks inderdaad naar een tijd waarin je alleen maar een paar grote cakes kan kopen. En that's it, denk ik. Ik bedoel van, er is nu ook al officieel dat je een pijlenstandaard moest krijgen bij vuurpijlen in Nederland. Nou, daarom hebben wij ook geen vuurpijlen gekocht. Ik dacht, ik krijg de kleren, maar ik koop ze wel in Duitsland. Daar heb je namelijk niet die absurde regels. Ook die 25 kilo regel. Laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, ik zie verschillende berichten van mensen, ook op YouTube, die gepakt zijn omdat ze meer dan 25 kilo in huis hebben staan. Terwijl, als je naar Duitsland rijdt en je gaat naar de Aldi of de Lidl daar, dan ligt er veel meer dan 25 kilo gewoon in de schappen. Gewoon in de schappen waar mensen het uit kunnen pakken. En dat is dan geen probleem. Natuurlijk is dat geen probleem. Want wanneer is het ooit misgegaan omdat iemand meer dan 25 kilo in huis had? Het is nooit misgegaan. Die 25 kilo is ook te bizar voor woorden. Want zo'n grote compound blok is al 25 kilo. En als je één zo'n blok in huis hebt en je koopt er een paar Tunnekings bij en je krijgt dus politie over de vloer, moet je alles inleveren. Het is gewoon diefstal eigenlijk. Ik vind het bizar voor woorden. Ik hoop ook echt serieus. Kijk, al die jaren werd die regel ook niet gehandhaafd, die 25 kilo regel. Ja, kijk, kwam de politie en je hebt je hele huis vol met dozen staan. Natuurlijk zouden ze dan zeggen van, ja, jij hebt een probleem. Maar als je bijvoorbeeld 100 kilo hebt, dus 4 compounds, waarom zouden ze dan een probleem maken? Dat was nooit zo, behalve dit jaar lijkt wel. Dit jaar zijn ze echt daar streng op gaan zitten. En ja, de evaluatie ook voor het vuurwerk, voor de rest, ja, ik heb het in ieder geval heel goed ervaren. Wij hebben echt lekker kunnen stoken zonder problemen. De WTF-box, die heel goedkoop was en die ik ook vertelde in verschillende video's, die was voor mij echt een topper, omdat die zo goedkoop was en ja, echt gewoon zijn geld waard was, naar mijn idee. Mochten er mensen van jullie zijn die hem ook hebben gehad, laat het even weten. Ik ben benieuwd hoe jullie hem vonden, maar ik vond hem in ieder geval echt, ja, echt zijn geld waard in ieder geval.
En voor de rest, ja, ik heb mijn 10 vingers nog. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. De video's zullen ook gewoon nog komen in januari. We zijn al bezig met nieuwe opnames, dus ik hoop dat jullie ook blijven kijken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de afgelopen dagen. We hebben in ieder geval ook de 100.000 abonnees gehaald. Zoveel views op de afgelopen video's. De collectievideo, shoppen Nederland, shoppen Duitsland. Ik heb zoveel goede berichten gehad over de compilatie. Ik zie jullie weer bij de volgende video. En dat is waarschijnlijk zondag weer, want iedere zondag hebben wij gewoon nog een upload.